Dit is het Aafje Verzorgingshuis in Ridderkerk. Hier op een van de verpleegafdelingen komen vandaag voor het eerst katten op bezoek. Kijk, hier is Chai. Goed bewegen met het stokje. Ja, ja, omhoog, omhoog. Nog, nog. Ja. Kijk, Chai. Kijk. Ja, omhoog nu. Kijk, Chai. Ja, goed. Jee. Je ziet de mensen ook anders reageren. Ja. Toen ik binnenkwam, toen zat iedereen voor zich aan tafel. Slapen zo, een beetje zussen, zo, een beetje in elkaar. En dan komen de poezen. Ja, komen de poezen. En dan wordt ineens iedereen vrolijk, het leeft, het is warm, het trekt aandacht. 1, 2, op de pap. Ja? Zit u klaar? Kijk. Zo. Kijk. Nou, dat is nog eens een knuffelkat, hè? Ja. Ja, goed zo, Ilia. Doet ze willen contact maken met het dier, waardoor ze zo contact met elkaar gaan maken. Ze gaan praten, ze gaan zingen, ze proberen aandacht te trekken van de dieren. Waardoor ze dus meer interactie krijgen met elkaar. Ja. Als dit nou zo belangrijk is, zeg maar in de hele behandeling, waarom wordt er dan niet standaard gewoon een kat in huis genomen? Nou, je bent zo afhankelijk van degene die voor de poes moet zorgen. En als we op vakantie gaan, dan zijn er altijd mensen die er wel voor zorgen of niet voor willen zorgen. En dan wordt zo'n beestje eigenlijk een beetje verwaarloosd. En sommige mensen houden gewoon niet van katten. Dus die geven het een schop of wat dan ook. Dus het is eigenlijk niet zo verstandig om een huiskat te hebben. Het is wel leuk. Dit project bijvoorbeeld, dat er gewoon eens in de 14 dagen een poes op visite komt. Dat is wel leuk. Zit hij op schoot? Is dat waar? Hij was mooi. Hij is mooi. Hij is nog steeds aan het knorren, hoort u dat ook of niet? Hij is aan het spinnen. Kijk, hij wil. Wat gaat hij doen? Prachtig mooi. Hij is mooi, hè? Ja. Ook in de psychiatrische instelling van Bavo Europoort komen de katten allangs voor de patiënten. De Stichting Zorg die hoopt dat uiteindelijk meer instellingen hiervoor zullen kiezen, zodat het plezier van de bewoners en de patiënten verbeterd zal worden.